Atje Keulen-Deelstra. Ik denk dat heel veel mensen enorm veel van mij verwachten. De mensen verwachten ditmaal, evenals Atje zelf trouwens, dat ze opnieuw de wereldtitel zou pakken. Op de 500 meter was Monika Ploeg haar tegenstandster. En vooral de 500 meter, als je die een beetje goed rijdt, dan... Tenminste, dat is met mij zo. Als ik de 500 meter een beetje goed rijd, dan gaan die andere afstanden meestal ook wel aardig goed. Op die 500 meter ging Atje inderdaad niet slecht. Hoewel Monika Ploeg haar met klein verschil klopte, was haar tijd toch voldoende voor een vijfde plaats. En dat bleek inderdaad een goed uitgangspunt voor de volgende afstanden. Op de 1500 meter was de Friesin ongenaakbaar. Ze was op deze afstand ruim 3 seconden sneller dan de nummers 2 en 3, de Russinnen Averina en Statkevich. Maar aan het einde van de eerste dag was Atje toch niet zo gelukkig. Doordat Sheila Young van de Verenigde Staten toen het klassement aanvoerde. Jelle Keulen keek dan ook nogal nerveus naar de verrichtingen van de met een paardenstaart schaatsende Amerikaanse op de 1000 meter. Atje had tevoren 1 minuut en 28,91 honderdste laten noteren. En de vraag was of Sheila Young deze tijd zou kunnen overtreffen. In de laatste ronde ging het nogal moeizaam. En mede daardoor had Sheila Young 1,5 seconde meer nodig dan Atje, die daardoor opschoof naar de eerste plaats in het algemeen klassement. Op de tribune was toen de spanning grotendeels geweken en er werd alvast een voorschot op het grote feest genomen. Wat hier gevraagd werd, gebeurde zonder mankeren. Een volledig ontspannen Atje reed op de 3 kilometer een gewonnen race, waarin zijn tegenstandster Sippy Tichelaar meetrok naar een goede tijd. 14.000 toeschouwers op de eindelijk weer eens volgepakte ijsbaan van Heerenveen eerden enthousiast de Friese vrouw die voor de vierde maal de wereldtitel veroverde. Het was voor de 35-jarige Atje Keulen-Deelstra, die gezegd heeft er nu mee op te houden, een afscheid zoals hij zich gehoopt en gedroomd had.